Ik vind dat eigenlijk heel leuk. Ik ben eigenlijk mijn eigen baas. Het is wel zo dat je altijd moet klaarstaan en inderdaad ook wel instaat voor de zorg voor de kinderen. Dat je die absoluut niet uitbesteedt, dus dat je dat allemaal zelf doet. Soms heb ik wel het gevoel dat ik mij moet verantwoorden. Je merkt, en wat doet u, en wat doet u, en wat doet u? En als je dan zegt, ja, ik ben thuis met de kinderen, dan moet je er eigenlijk nog een heel verhaal achter plakken, opdat je pas gehoord zou worden. Want anders ben je onmiddellijk oninteressant, opzij. Dat een zelfstandige vrouw is die voor zichzelf kan beslissen en evengoed intellectuele dingen kan doen, zoals lezen, studeren of kleine jobjes zoals het helpen bij administratie van je echtgenoot en zo. Dat kan het dus ook heel interessant maken en dat moet je wel iedere keer uitleggen. Er zijn veel mensen die zeggen dat het niet zou lukken met één loon, maar bij ons lukt het nu eigenlijk wel. Wij laten daar ook dingen voor. Wij gaan niet skiën elke vakantie. Wij hebben 3 kinderen waar ik van heb kunnen genieten. Dan kunnen ze mij niet meer afnemen. Want dat gaat gewoon voorbij. Ja, schoon. Marleen, ze koos ervoor om thuis te zijn bij de kinderen. Want ja, een gezinsleven combineren met werken, het is niet altijd even gemakkelijk. En daarom beslissen natuurlijk heel wat vrouwen om thuis te blijven, om dus voor die kinderen te zorgen. Kortom, om huisvrouw te zijn. Dag Ilse. Op zich niks fout mee, hè, denk ik dan, met huisvrouw zijn. Bewust kiezen? Nee, als je daar bewust voor kiest. Maar ja, ik stel me wel vragen bij hoe bewust is bewust. Hè? Want heel veel zorgtaken komen nog steeds bij de vrouwen te liggen. Dus, en vrouwen verdienen nog altijd minder. Dus is de keuze rap gemaakt om je carrière terug te schroeven of om thuis te blijven. En natuurlijk, je moet ook goed geïnformeerd zijn. Hè? Want het is misschien op korte termijn een heel aantrekkelijke optie om thuis te blijven. Meer lucht en meer tijd voor jezelf. Maar op langere termijn, bijvoorbeeld als je voor een echtscheiding komt te staan, wat in heel veel gevallen voorkomt, bij heel veel koppels voorkomt, ja, dan moet je wel na zoveel jaren terug zelf financieel je zaak op orde krijgen. Ja, dat is inderdaad iets waar je zeer goed moet over praten, ja, op voorhand, want ja, niemand kan in de toekomst kijken. Ja, nee. Die financiële afhankelijkheid van je man is inderdaad wel een belangrijk punt. Zeg je, van daar zou ook iets moeten aan veranderen? Als je zou kiezen voor huisvrouw, dat je dan toch een soort van, ja, laten we toch zeggen, inkomen krijgt of zo? Nee, daar zijn wij absoluut niet voor. Dat willen wij echt niet promoten. Wij vinden eerder dat zorgen en werken gelijk over mannen en vrouwen moet verdeeld worden. Oké, okay, dat het niet altijd evident is dat de vrouw hoeft thuis inderdaad te blijven. Inderdaad, ja. En wij vinden ook dat vrouwen carrière mogen maken, ja, en mee beslissen in onze samenleving, in de politiek, in besturen. Ja. Dat is heel belangrijk. Zo krijgen we echt een diverse samenleving. En ja, nu, wat ook opvalt, en dat is inderdaad ook iets wat ik zelf ook al gehoord heb bij vriendinnen die thuis blijven. Mm-hmm. Je bent plots precies minder interessant voor de mensen. En dat hoor je, want dat zei Marleen ook. Hè. Wat doe jij? Ah ja, oké. Okay. Ja. Hoe komt dat, denk je? Ja, dat heeft te maken met de taken die een huisvrouw doet. Hè. Heel veel zorgtaken. En die worden sowieso in onze maatschappij minder gewaardeerd. Plus die huishoudelijke klussen ook. Hè. Voor vele huisvrouwen, ja, wassen, strijken, de afwas doen, repetitief, saai. Hè. Daartegenover staat het inderdaad naar buiten komen, gaan werken, mensen ontmoeten. Dus het heeft het beeld van een besloten leventje versus ik kom buiten, ik maak carrière, ik verdien geld, ik ben economisch zelfstandig. Ik tel mee. En de overheid promoot dat nu ook. Hè. Vroeger was er inderdaad dat kostwinnersmodel. De vrouw bleef thuis, echtgenote, moeder. En nu is er echt, de vrouw moet ook uit werken gaan en geld verdienen. Ja, het is helemaal anders hè, dan vroeger. Want vroeger was het evident dat je thuis blijft. Wanneer is dat dan veranderd? Ja, sinds de jaren 70. Maar eigenlijk dat kostwinnersmodel is op zich ook een korte periode maar geweest. Vrouwen hebben altijd al gewerkt. In fabrieken, op de boerderij, als dienstbodes. Dat kostwinnersmodel, dat is eigenlijk een luxe model geweest. Hè. De welvaart steeg en de vrouw kon thuis blijven. Ja, wat je ook de laatste tijd echt wel merkt, is dat heel wat hoger opgeleide vrouwen kiezen om thuis te blijven. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, dat klopt. Hè. Dat zijn bijvoorbeeld de madame Zazas van deze wereld. Die blijven dan thuis. Die dan plots thuis een webshop beginnen. Maar dan zie je wel dat die zo'n dingen beginnen te doen. Die blijven thuis, omdat die ook niet ontsnappen aan die drukte natuurlijk, hè, van het combineren, en aan die rollenpatronen die er nog heersen. Dus die automatisch die zorgtaken, hè, op de schouders van de vrouwen leggen. Die blijven dan thuis, maar
om toch nog iets extra's te doen en niet alleen de was en de plas en de strijk te doen, starten die webshopjes op. Hè. Dus die bouwen hun eigen business, alleen ze hebben daar dan meer controle over dan uit gaan werken. Ja, los van geslacht, het feit is wel dat we de dag van vandaag bijna verplicht worden om met twee te werken, gewoon om het financiële plaatje rond te krijgen. Dat is inderdaad zo, want wat we daarnet zagen, dat is een luxe positie, een uitzondering aan het worden. Hè. Iemand die nog kan thuis blijven om te zorgen. Hè. Als je met twee een netto-loontje hebt, elk 1300 euro, betaal dan maar eens je huis af, krijg je huishouden maar eens rond. Dat is voor veel mensen gewoon geen optie meer, één iemand thuis blijven. Nee, tuurlijk niet. Nochtans, ja, het is mooi, hè, want je denkt dan van oké, je bent dan echt wel bij de kinderen, want kinderen zijn vaak dan de dupe natuurlijk, als ook mama gaat werken. Je bent thuis, je hebt geen stress als je man thuis komt. Ja. Het is wel een mooi plaatje en heel aantrekkelijk misschien dan toch wel. Het is een aantrekkelijk plaatje, maar waarvan de risico's nog altijd bij de vrouw komen te liggen. Hè? Ja. Zij doet en de zorgtaken en als er dan iets gebeurt, staat ze er. Dus als ik het goed begrijp, dan zeggen jullie ja, maar let toch op voor al die verschillende factoren. En eigenlijk willen jullie gewoon iets anders, hè? Er andere omstandigheden zien. Hè? Wij willen niet terugkeren naar dat kostwinnersmodel waarbij de vrouw thuis bleef. Wij willen dat zorgen en werken gelijk verdeeld wordt over mannen en vrouwen. We willen meer tijd voor zorgen. Mm-hmm. Dat maakt echt de kwaliteit uit van je leven. Ruimte hebben voor je kinderen, voor zelfontplooiing, voor vrijwilligerswerk. Dat maakt je leven waardevol. Dat is nu in de verdrukking. Daar moet terug tijd voor komen. Ja. Maar we moeten dat gelijk verdelen over mannen en vrouwen. En er gaat ook iets wat van de werkweek af moeten, denken wij. Oké, het zijn binnenkort verkiezingen. Laten we hopen dat onze politiekers daar ook eens stevig over nadenken. Ik hoop ook dat dat een thema wordt. Ja, want het is nodig. Dank je wel voor je uitleg. Graag gedaan. Dank je wel, Ilse.